Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 1 september 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 1 september 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. Als het lukt is van de opname van een deel van deze uitzending vanavond een video op internet te bewonderen. Vandaag, 1 september 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. Als het lukt is van de opname van een deel van deze uitzending vanavond een video op internet te bewonderen. Op YouTube, schrappanelete.nl. Afgelopen dagen zijn de AM-zenders van de NPO en die van Radio Maria op 675 kHz uit de lucht gegaan. Afgelopen dagen zijn de AM-zenders van de NPO en die van Radio Maria op 675 kHz uit de lucht gegaan. In tegenstelling tot eerdere berichten blijft Grootnieuws Radio, dat een vergunning heeft tot dan in elk geval tot september 2017 op 1008 kHz op de Middengolf uitzenden. Vanaf vandaag is het station ook op DAB Plus te beluisteren, al dus een persbericht van het station en de website radio-tv-nederland.nl. En de website radio-tv-nederland.nl. Radio-tv-nederland.nl. Een ander bericht op radio-nederland.nl. Website radio-tv-nederland.nl.
krantenbericht op radiominteken-nederland.nl dat hiermee verband houdt, is dat alle Nederlandse commerciële omroepen sinds 31 augustus 22:30 via DAB Plus te ontvangen zijn. Dat hiermee verband houdt is dat alle Nederlandse commerciële omroepen sinds 31 augustus 22:30 via DAB Plus te ontvangen zijn. Op de vrijgekomen zin. Ontvangen zijn. De vrijgekomen 747 kHz was. Zijn. Op de vrijgekomen 747 kHz was vanmiddag al een sterk signaal van een etenpiraat met de bekende piratenmuziek te horen. Tijdens sail in Amsterdam heeft Agentschap Telecom diverse. Bekende piratenmuziek te horen. Tijdens sail in Amsterdam heeft Agentschap Telecom diverse controles uitgevoerd van onder andere het marifoongebruik. Daarnaast zijn ook veiligheidsverbindingen gecontroleerd en de vergunningen voor het gebruik van etenverbindingen door de media. Aldus de website van het agentschap. Onder het marifoongebruik. Daarnaast zijn ook veiligheidsverbindingen gecontroleerd en de vergunningen voor het gebruik van etenverbindingen door de media, aldus de website van het agentschap. Uiteraard vormt zoveel HF. Het agentschap. Uiteraard vormt zoveel HF op zo'n kleine plek bij elkaar een grote uitdaging. Er werd bijvoorbeeld gekeken of marifoonkanalen correct werden gebruikt en of de marifoon gebruikt werd voor het doel waarvoor deze bestemd is. Buiten twee serieuze storingen waren er daarbij geen. Nou, dat gaat niet goed. Maar dat komt omdat de video erbij staat hoor. Opnieuw. Buiten twee serieuze storingen. Buiten twee serieuze storingen waren er daarbij in het marifoonverkeer geen ongerechtigdheden. De eerste Serieuze storingen waren er daar. De eerste storing vond plaats op woensdag 9.
storingen waren er daar in het Marivan-verkeer geen ongerechtigheid. De eerste storing vond plaats op woensdag 19 augustus op Marivan-kanaal. De storing vond plaats op woensdag 19 augustus op Marivan-kanaal 16. Het nood-, spoed- en veiligheidskanaal. Het betrof een permanenteheden. De eerste storing vond plaats op woensdag 19 augustus. Het betrof een permanente draaggolf vanaf een varend recreatievaartuig. Nog voordat de toezichthouders de veroorzaker konden traceren, werd deze Marivan uitgeschakeld. Een probleem dat bij ons zendamateurs niet onbekend is. De tweede storing was op zaterdag. De tweede storing was op zaterdag 22 augustus te horen op kanaal 10 voor veiligheidsverkeer. Ook deze storing was snel weer weg. Op zondag 23 augustus bleek dit Marivan-kanaal. Echter weer te storen. De toezichthouders van agentschap Telecom vonden het betreffende vaartuig beroepsvaart. De schipper heeft zijn Marivan, die waarschijnlijk een technisch mankement had, uitgezet. Hierover wordt door agentschap Telecom een rapport opgemaakt. Agentschap Telecom houdt ook maritiem toezicht op onder andere Automatic Transmitted Identification Signal, ATIS, en Automatic Identification System, AI. Hierover wordt door agentschap Telecom een rapport opgemaakt.
Agentschap Telecom houdt ook maritiem toezicht op onder andere Automatic Transmitted Identification Signal, ATIS, en Automatic Identification System, AIS. Tientallen schippers die zich niet aan de regels hiervoor hielden zijn aangesproken en of kregen een boete aangezegd. Bij de media, die toch vele live-uitzendingen vanaf het element... Vandaag zou mogelijk de ontvanger der... waren er verder geen zaken die bij controle niet voor elkaar bleken. Bij de media die toch vele live-uitzendingen vanaf het evenement verzorgden. Vandaag zou mogelijk de ontvanger Den Haag van het PI2... NOS-systeem en mogelijk ook van PI3 UTR online komen. Bij het inspreken van deze uitzending was nog niet bekend of dit ook het geval is.